De dreigende oorlog tegen Irak brengt ons vandaag in Middelstum. Bij een oorlog van lang geleden, de 80-jarige oorlog. Zoals het altijd in oorlogen is, is het verschil tussen helden en oorlogsmisdadigers, tussen goed en kwaad, niet zo duidelijk. Hoe zat dat bijvoorbeeld met de Groninger Bartolt Entens in de 80-jarige oorlog? Bartolt Entens werd hier omstreeks 1540 geboren op de borg Mentheda. De borg Mentheda is er niet meer, maar dit huis met de naam Mentheda herinnert daar wel aan. En ja, het lijkt nog wel wat op een borgterrein. Bartolt ging in de stad naar de Latijnse school, maar een goed student was hij niet. Hij hield van avontuur en toen er verzet ontstond tegen de Spaanse overheersing, was Bartolt er als de kippen bij. Hij bood in 1565 samen met andere edelen de landvoogdes een smeekschrift aan om de onderdrukking te verzachten. Toen Bartolt Entens en de andere edelen bij de landvoogdes Margaretha van Parma kwamen, was er iemand die zei, mevrouw, wat moet u met die Guyeux, met die bedelaars? Nou, de edelen die zagen dat niet als een scheldwoord, maar als een eretitel. En voortaan noemden ze zichzelf Guyeux, geuzen op zijn Nederlands. En al zagen sommigen de edelen dan als bedelaars, Margaretha van Parma was wel gevoelig voor hun verzoek om meer vrijheden en dan met name om meer godsdienstvrijheid. Zij versoepelde de maatregelen tegen de ketters en het gevolg was dat er een beeldenstorm ontstond. Nou, wij zijn hier nu in de kerk in Middelstum, maar Bartolt Entens was inmiddels in Groningen. En hier zijn we in de Martinikerk in de stad. De beeldenstorm verliep hier heel rustig. De beelden werden gewoon uit de kerk getild en naar het Franciscanerklooster gebracht. Maar de Spaanse koning vond dit allemaal maar niks. En deze koning, Philips II, verving Margaretha van Parma als landvoogdes door de veel fellere hertog van Alva. En deze liet direct allerlei edelen oppakken. Bartolt Entens wist te ontkomen. En net als veel andere Groningers vluchtte hij naar Oost-Friesland, naar Emden. Bartolt Entens trad toe tot het leger van Lodewijk van Nassau. Met hem versloeg Entens in mei 1568 de Spanjaarden bij Heiligerlee. Alva nam wraak door gevangenen te executeren en tegenstanders als Entens in de ban te doen. Deze werd nu watergeus en nam in 1572 als vice-admiraal Den Briel in en even later Dordrecht. Maar in Goes en Haarlem ging het daarna mis. Lang werden de watergeuzen als helden gezien, maar inmiddels weten we beter. Eigenlijk waren het ordinaire zeerovers. Ze plunderden er flink op los, verkrachten vrouwen en martelden hun tegenstanders. Wat dat betreft waren ze niks beter dan de Spanjaarden die ze bestreden. Laten we maar eens op zoek gaan naar wat er in Groningen nog te vinden is van Bartolt Entens. Hier heb ik iets gevonden.
Dit is een overzicht gemaakt door oud-archivaris Feit van de stukken, oude stukken die hier in het archief aanwezig zijn. Dit is de periode vanaf 1578. En direct op de tweede bladzijde vind ik de naam Bartold Entens. Commissie der omlanden op Bartold Entens om enig krijgsvolk te werven ten dienste van de omlanden. 23 januari 1578 ging hij krijgsvolk werven. En dat stuk nummer 10 moet hier in het depot aanwezig zijn. Hier moet het zijn. Even kijken. Ja. Bartold Entens van Mentheda, hoveling to Middelstum. Dit is het stuk waar het om gaat. De gedeputeerden van Winsum en andere ommelanders die vragen hem een leger te vormen van 12 vendels om de stad aan te vallen. Want in de stad zitten op dat moment wat ommelanders gevangen en Entens moet ze bevrijden. Is voor hem een koud kunstje. Maar de stad komt achter zijn plannen en doen een uitval nog voordat Entens een leger op de been heeft. Ze achtervolgen hem tot Coevorden en daar grijpen ze hem. Dat staat allemaal niet in dit stuk, maar het is wel zo. Het was niet de eerste keer dat Bartold Entens in de gevangenis zat. Hij had ook al een keer in Delfzijl vastgezeten. Maar nu leek het slecht met hem te zullen aflopen. Want de stadjers wilden hem ter dood brengen. Maar stadhouder Renneberg stak daar een stokje voor en na bijna een jaar kwam hij weer vrij. En werd door dezelfde Renneberg tot commandant over zijn troepen gemaakt. Toen Renneberg in 1580 de Spaanse kant koos, kwam Bartold Entens onmiddellijk in actie en vormde een groot leger. Entens dronk en at met Willem Lodewijk van Nassau, die hem steun beloofde. Maar Entens kon niet wachten. Dronken bestormde hij op 27 mei 1580 de wallen van de stad. De deksel van een boterton, die hij als schild gebruikte, kon niet verhinderen dat hij een kogel dwars door zijn hoofd kreeg. Bartold Entens van Mentheda, onversaagd, hebbende dik het lijf voor het land gewaagd, blijft haast dood door een lood. Zo maakte de 17e eeuwse dichter Bor een lijkdicht op Bartold Entens, de held of oorlogsmisdadiger. Nou, in die tijd werd hij in ieder geval als een held gezien, want hier in de kerk in Middelstum werd hij onder de preekstoel begraven. Maar de opvattingen zijn misschien sindsdien wat gewijzigd, want waar het graf nu is,